slaap. Lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch, toch? Nog meer jij is fantastisch, toch? Nog meer jij is fantastisch, toch? Fantastisch, toch? Van Eva de Roveren. KRO NCRV op NPO Radio 1. In steden worden steeds vaker straten tijdelijk afgezet. Auto eruit, buurtbewoners erin. Leefstraten worden ze genoemd. Tracy Metz, goedemorgen. Goedemorgen, Carl. Auteur en host van de live talkshow Stadsleven en ook de trotse maker van je eigen videovlog. Ja. Leefstraten, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Het is een tijdelijk experiment in verschillende buurten, waarbij inderdaad de straat wordt afgezet, geen auto's meer er doorheen. Over het algemeen ook geen auto's meer geparkeerd. Ja. En dan wordt dat in plaats van autoruimte, wordt dat sociale ruimte. Oké, okay, dat klinkt een beetje als grote mensen die spelen op straat. Waarom doen ze dat? Dat is het zeker ook, maar vooral kleine mensen die spelen op straat nu, in plaats van rijdende auto's. Mm-hmm. Het is natuurlijk, het zijn allemaal incidenten, maar het staat wel voor een trend. En daarom wilde ik het er vandaag over hebben. Ja. Want je ziet inderdaad op allerlei manieren dat mensen steeds meer zich de straat gaan toe-eigenen als ruimte voor mensen in plaats van voor blik. En het is begonnen in Milieudefensie heeft trouwens net vandaag een onderzoek gepubliceerd van het bureau Geodan, ja, waarin ze hebben geteld in 20 steden in Nederland hoeveel ruimte voor de auto is, hoeveel voor fietsers en hoeveel voor de auto. Ja. En nog steeds verreweg het grootste deel, 55% gemiddeld, is voor de auto. Dat valt me eigenlijk nog best wel mee, eigenlijk. Oh, nou, mijn beeld in de grote stad is toch, daar zie ik toch vooral auto's staan. Hoe dominant de auto is, inderdaad. Ja. En die dingen die staan er het grootste deel van de dag stil. En een heel groot deel van de auto's die rondrijden is op zoek naar een parkeerplek om stil te gaan staan. Ja. Dus je ziet een tegenbeweging. En ja, daarom vind ik die leefstraten wel veel betekenend fenomeen. Nou, het zijn eigenlijk twee bewegingen als je even nadenkt. Want mensen stoten het heilige individuele bezit van de auto dan dus af, hè, in zo'n leefstraat. Ja, en, tijdelijk. Ja, oké, okay, maar ja, goed. En eigenen zich dan de openbare ruimte, het precies, collectieve, weer toe. Dus om dat zijn iets twee krachten. Met hun buren te doen, ja. Ik was zondag ben ik gaan kijken bij een leefstraat in Utrecht, de Kerststraat. Want ik was benieuwd, hoe gaat het nou? En ik wilde ook met mensen spreken die daarbij betrokken zijn, kijken wat ze ervan vinden. En zij zeiden, bij ons was het eigenlijk niet zozeer tegen de auto als dat we iets wilden doen met elkaar. Iets doen met om van de straat een ruimte, ja, te maken waar je bij elkaar komt. Ze hebben een filmavond met een Italiaanse film, een Italiaans eten door de buren gekookt, georganiseerd. Ze hebben zondag met elkaar naar de vrouwenfinale van de voetbal gekeken. Ja, het collectieve eigenlijk. Het collectieve. In plaats van het individuele, van wat de auto eigenlijk uitdrukt, of precies, waar die voor staat, precies, zou je kunnen zeggen. En dat is echt de grote trend die je nu ziet. Ja. Plus sowieso dat het autogebruik afneemt, met name onder jonge mensen. Die hoeven niet meer zo een auto te hebben. Het is duur, het staat er maar. Ja. Als je er een nodig hebt, dan huur je er een of leen je er een. Of je wordt lid van Green Wheels of van Snapcar. Een platform waar je een auto kan gebruiken van iemand die hem net in die tijd niet nodig heeft. Ja, het is in ieder geval geen heilige koe meer voor voor de nieuwe generaties, precies, of voor de jongere generaties. Precies. Waar komt dat? Wat is de oerleefstraat eigenlijk? Waar komt dit idee vandaan? Het idee komt uit Gent, of all places. Okay. Uit België. In 2013... is daar het eerste experiment begonnen met een leefstraat. En die hebben intussen bijna 20 leefstraten in Gent. En daarna is het idee overgenomen zowel in Engeland als in Nederland. En in Nederland zijn er experimenten de laatste 2 jaar geweest in Utrecht, Haarlem en Amsterdam. Ja. Moet ik toch even praktisch worden? Ja. Want ja, wat doen we nou met die auto's? Waar gaan die auto's dan naartoe? Ja, ja, dat is voor sommige buren, met name in de omliggende wijken, die zijn bang voor badkuipeffecten. Ja. Je drukt de auto's weg uit de ene straat. Nou, die lopen over naar de omliggende straten. Wat doen al die auto's hier? Ja, om de hoek hebben ze een leefstraat ingericht. Nou, lekker dan. Ja, lekker dan. Komen die allemaal bij ons parkeren. Nou, er zijn een paar elementen. Natuurlijk is die kritiek valide. Maar het gebeurt in de zomer, als veel mensen toch al met vakantie zijn. En je ziet dat steeds meer gemeenten, want dit is een initiatief van de gemeente, die het mogelijk wil maken dat mensen de ruimte weer toe-eigenen. Ja. Gemeentes gaan naar garages toe en vragen dan plekken voor
speciaal voor bewoners van de leefstraten, zodat de omliggende wijken er minder last van hebben. En dan geven ze bijvoorbeeld leenfietsen, zodat je van de garage nog bij je wijk kunt komen. Ja. Het is allemaal even gedoe. Maar er is wel degelijk het besef dat de buren er niet te veel last van moeten hebben. En er wordt gezocht naar oplossingen. Ja. Maar het is ook zo dat er twee van de leefstraten die in Utrecht gepland waren deze zomer niet zijn doorgegaan, omdat er onder de bewoners onvoldoende draagvlak was. En de gemeentes wilden dit natuurlijk mensen ook niet door de strot duwen. Nee. Maar want, het is nog veel is ook besproken. Even, inderdaad, want er zijn dus wel wat bezwaren tegen. Maar is dit iets wat afkomstig is vanuit de lokale overheid, of zijn dit echt buurtbewoners zelf die het initiatief nemen? Allebei komen voor. Dit in Utrecht, de Kerststraat. Daar heb ik de buurtbewoner Huib Beets. Was een van de initiatiefnemers. De gemeente zei, wie wil dit in Utrecht? Ja. En hun straat heeft het opgepakt. De Concordiastraat was een nog grotere straat in Utrecht die dit ook flink heeft opgepakt. Ja, ik kan me ook voorstellen trouwens, je zou maar een winkel hebben in zo'n straat. Nou, dat lijkt me, dat is een van de partijen die hier duidelijk last van heeft. Ja, oké. Okay. Ja. Gaan we nog meer van horen dus? Want wat jou betreft een trend, de leefstraat. Zeker. En je hebt in een van de vergelijkbare trends in Amerika, even kort, is International Parking Day. Dat is altijd de derde vrijdag van september. Ja? En dan eigenen mensen zich parkeerplekjes toe. Dan gaan ze bijvoorbeeld reusachtige schaakstukken op die parkeerplek neerzetten. Of een yogamat uitrollen of een barretje neerzetten. Dus je ziet dat de trend overal ter wereld, we nemen de ruimte terug. Volgende week meer hierover. Dankjewel Tracy. En dan tot dan. Oké, tot dan. Dinsdag ben je er weer. Jo, okay. Dankjewel Carl-Johan. Je hond heeft na enthousiast gesnuffel eindelijk de juiste boom gevonden. Je wacht rustig af. Terwijl je meteen even je route checkt, want je moet wel op tijd bij de familiedag zijn. En dan zie je ineens...